Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de UPAL Free for All. Ik denk dat we met dit teampje het maar gaan doen. Zoals jullie weten kan niemand meer eerste worden. Paddy is al 3 keer eerste geworden. Dit is eigenlijk alleen maar voor de lol. Laten we kijken hoe het gaat uitpakken deze keer. Teams have been decided. Oh ja. En dat is wel leuk om die mee te nemen sowieso, maar niet als eerste. Laat ik hem enteren. Flamethrower, Stomping, Tantrum, Growth. En Energy Ball, Chlorophyll. Ja, daar is helemaal geen sunlight, dus eigenlijk heb ik helemaal niks aan Chlorophyll. Wat deden Loaded Dice ook alweer? Nou, die is wel goed. Yo, dom. Oh, ik ben nog een keer als laatste, wil je? Okay. Let's go. Dexbun en Ten Ring. Oh nee. En Glamora. Wil je ook een keer niet op mij? See, victory! Oh. Toxic the Wrist, dat is kut. Oh, en Stealth Rock. Dit... Toxic the Wrist en Stealth Rock. Trick Room, okay. Nu hoop ik toch echt dat die Dexbun me aanvalt. Oh, zonde. Oh ja, door de Choice Scarf. Ik switch. Als hij Fairy aanval doet, dan ben ik gewoon fucking hard genaaid, bedenk ik me nu. Palafin? Next green tail, Jigglypuff. De Toxic the Wrist is in ieder geval weg, alleen de Stealth Rock die zal er nog liggen, ja. Veel damage ook. Is hier very move goed met genaaid. Hey. Op screen tail, oké. Waarom ik nu terrestrialize is dat op het moment dat ik dat niet doe en ik krijg één playref, dan is Baxcalibur one-hit KO. En dat moeten we niet hebben. En als ik nu een Ice-type word, dan heb ik kans dat ik de playref overleef. Dat is psychic, hè? Hmm. Oeh, dat doet weinig damage. Nou, Dexbun, die komt op mij, mijn playbook. Zie je? Ik had het voorspeld. Ik wist dat het ging gebeuren. Ik ben blij dat ik nu dat ik het dus niet heb gedaan. Nou, hou op voor Earthbreak. Ook dat nog. Oh. Op de klotzaaier? Nee. Jawel. Doctrine Fall. Punch. Nice! Lekker! Oké. Ik ben blij dat ik niet voor de Ice Cold Spears op Klotzaaier ben gegaan. Glimora dood. Nice. Kom op, kom met de Pokémon die ik echt fucking hard af kan maken. Iron Morph. Oh ja, die heeft hij nog, ja. is jammer. Die Morph is de laatste van Paddy. Heeft Jordi nog een Pokémon? Ja, hij heeft Karganakal nog. Toch, dat is die kut Tatsuki hier weer. Die durven ze niet aan te vallen. Fijn dat ik niet op hem ben gegaan. Ben ik sneller dan dat? Ja. Wat een tyfus onzin! Nee. Oh, wat een tyfus onzin. Oh ja, ik kan nu alleen nog maar play-rap doen. Dat was ik vergeten. Hoezo? Dat is niet eens leuk. Wat een onzin. Oeh, bijna dood. Ah, recovered. Natuurlijk. Paddy moet gewoon dood. Dat is allemaal kut. Dan maar zo. Dat is Sanders laatste. Kom op, een waterpokémon. Ik hoop dat Garganackle een rock move heeft. Nou, daar was ik te lang voor. Nou, dom. Dat had ik moeten kunnen voorzien. Fireblast op mij, wat ik bestiel. Ja. Dit is mijn laatste beurt, dus ze moet een Pokémon dood. Rock move hem. Kom op. Weer Typhus Protect, flikker nou eens op. Ja, dan ben ik dood. Ben ik alsnog laatste geworden. Wat een onzin. Protect pussies zijn weer aan de gang hoor. Oh. Dit gaat heel lang duren. Oh, misschien niet. Oh, toch wel. Yay. Goed, er was Battle 4. Nog één battle te gaan. Paddy is al kampioen, maar dat was na de vorige battle al. Maar toch, nog één battle te gaan. Misschien dat ik een keertje nog eerste kan worden. Ik verwacht het niet. Doei!